Het internationale topvoetbal staat bol van trends. Vorig jaar waren dat er twee. De opmars van de laptoptrainers en de opkomst van de driemansdefensie, waar trainers als Antonio Conte, Pep Guardiola en recentelijk zelfs teams als Ajax gebruik van maakten. En wat voor trends staan ons in 2018 te wachten? Ik ga het je nu vertellen. De derde en laatste trend is dat 4-3-3 dit jaar niet langer heilig is in Nederland. Wij zijn een beetje een conservatief voetballand geworden dat vasthoudt aan een Hollandse school wat we veelal interpreteren als 4-3-3 met klassieke buitenspelers. Maar steeds meer teams in de Eredivisie durven daarvan af te wijken. Waar voorheen meer dan 90% van de teams in de Eredivisie speelden in de 4-3-3 formatie, zit dat tegenwoordig rond de 80%. Dat is mede te danken aan Erik ten Hag, die bij FC Utrecht andere formaties in de Eredivisie geïntroduceerd heeft. Door 3-5-2 of 4-4-2 te spelen, stelt hij veel teams in de Eredivisie voor problemen. Andere teams moeten daar weer op reageren. Hoe verhouden wij ons tegen een team dat met twee spitsen speelt? Kunnen wij dat doen in ons klassieke 4-3-3 systeem? Of moeten wij ons ook aanpassen? En dat heeft eigenlijk langzaamaan een verandering op gang gebracht. En nu zien we steeds meer teams in Nederland die experimenteren met andere formaties. De ene keer gaat dat beter dan de andere keer. Maar het lijkt in ieder geval een trend die voorlopig niet gaat verdwijnen. En zelfs bij de teams die nog wel 4-3-3 spelen, zien we dat die 4-3-3 niet meer de 4-3-3 van vroeger is. Denk bijvoorbeeld eens aan AZ. Daar staat niet een klassieke linksbuiten op het wedstrijdformulier, maar een middenvelder die op papier vanaf de linkerkant speelt, maar eigenlijk continu naar binnen komt om een overtal op het middenveld te veroorzaken. En dat is de manier waarop steeds meer teams in de Eredivisie hun klassieke 4-3-3 invullen. En dus zelfs die 4-3-3 is niet meer de 4-3-3 van vroeger. En daar moeten we nu ook in de Eredivisie aan gaan wennen.